We zijn hier na afloop van de wedstrijd FC Linde tegen AFC. Ik sta hier met beide trainers van vanmiddag. Aan mijn rechterkant André Wetzel van AFC. En aan mijn linkerkant Hans Kraaij junior van FC Linde natuurlijk. Ik begin bij André. Ik denk al met al een teleurstellende middag, André, voor jullie. Uiteindelijk wel, natuurlijk. Ik vond dat de eerste kwartier niet goed speelde. Werd eigenlijk gewoon weggespeeld, vond ik. Ze waren herenmeester. Daarna herpakten wij ons, denk ik. We komen natuurlijk met 1-0 achter. Ik vond dat we de rest van de wedstrijd echt heel behoorlijk speelden. We konden om elkaar makkelijk vinden in het middenveld. Scoren terecht en gelijk maken. Komen voor met 2-1. Was niet het beeld van de wedstrijd, vond ik. Uiteindelijk dacht ik met de gelijkmaker dat ook wel terecht was. 2-2 en ook de puntendeling wel terecht. Ja, en dan verlies je in de laatste minuut nog de wedstrijd. Die bal mag nooit meer uit de hoek komen. Die bal mag nooit meer diep gegeven worden. Het duel moet niet eens gespeeld worden. Die bal moet je gewoon over de tribune rammen. Nou, dat gaat drie keer fout en dan nog tussen de benen van de keeper door. Ja, goed, als ik Hans was, zou ik ook de punten in dank accepteren. Maar ja, wij zijn natuurlijk doodziek. Ja, een zure middag voor jullie. Ja, Hans, voor jullie, jullie begonnen met z'n allen heel goed. De eerste 35 minuten goed vastzetten. Vond het goed? Ja, als je zo slecht speelt als wij vorige week tegen Hardenberg. Het moderne voetbal is kort op elkaar vooruit en achteruit. En dan kan je sprinten om in balbezit te komen. Je zal moeten bij balverlies in deze divisie zal je moeten sprinten om het weer klein te maken. Als je op zo'n veld speelt, wat wij met z'n allen vorige week gedaan hebben, dan kan je joggen. Dus we hebben heel groot geschreven. We hebben vorige week heerlijk lopen joggen. En we hebben onze hond uitgelaten daar in Hardenberg. Maar dat gebeurt één keer en niet meer. En ja, André zegt het terecht. We zaten er kort op, we zaten er fel op met een geweldige nummer 10, Nick Hak. Met een, misschien wel de beste man van ons, niet van het veld, Job van Steen. Was echt fantastisch, altijd aanspeelbaar. En om het maar heel kort te houden verder, sluit ik me helemaal aan bij André Wetzel. Wij maken 1-0, dik verdiend. We maken een fout, we weten wie het gedaan heeft, of niet, noemen 1-1. De 2-1, dat is natuurlijk een ongelofelijke blunder. En dan wordt het 2-2 en is het nog 10 minuten te gaan. En hebben wij eigenlijk allebei wel iets met onze secondanten. Ik zag André de bal in de blessuretijd nog even vasthouden. Ik denk, hou hem nog maar even langer vast en fluit maar af. Hebben we allebei een punt. En dan... Goed, met 5 spitsen dan kan je de 2-3 krijgen en de 3-2 maken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat 2-2 was een normale uitslag. Ja, nu volgende week een weekend rust. Ja. De koppen weer bij elkaar steken. En dan naar Rijnsburgse Boys, denk ik. Dat is nog een vervelende bijkomstigheid. Dat weet Hans ook. Nu moet je 2 weken chagrijnig naar elkaar kijken in de kleedkamer in plaats van maar 1 week. Dus dat geeft nog meer problemen. Wij moeten punten halen. Wij moeten erin blijven. We staan er helemaal niet florissant bij natuurlijk. Hoewel het na de winterstop heel behoorlijk gaat. Maar we hebben keihard die punten nodig. En 0 punten. En dat blijft 2 weken hangen in de kleedkamer. Ja. Nou, we hopen met z'n allen voor jullie dat het beter gaat. Dat jullie punten gaan pakken. Dat vind ik heel aardig. Ja, zeker. Nee, zeker. En Hans, jullie een week rust en dan naar IJsselmeervogels. Ja, die makkelijke uitweg. Dan moet je ook winnen. Ja, daarom. Dus dan gaan we gewoon weer voor 3 punten. Ik denk, Mackie, ik denk dat we het hier bij laten. André, heel hartelijk bedankt voor je tijd.